Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit webinar tijdens de webinardag over professioneel inhuren in de praktijk. En de dag die in dit thema staat, en we gaan zo meteen het hebben over wat alle rechtszaken en rechtsuitspraken nu allemaal betekenen voor het inhuren van extern personeel. Een onderwerp wat heel veel belangstelling trekt, want dit is volgens mij het webinar van vandaag wat de meeste inschrijvingen heeft aangetrokken, want er speelt ook nogal wat. Nou, we gaan het straks na dit webinar nog hebben over Statement of Work. Ook een interessant onderwerp. En we doen deze hele webinarweek natuurlijk samen met onze collega's van Werven. Die de andere dagen voor hun rekening nemen. En interessante programma's hebben over zaken die wat iets meer te maken hebben met het vast personeel. En donderdag hebben wij weer een Economy Dag. Die dan weer in teken staat van onder andere Total Talent Acquisition. We gaan het dan ook hebben over ons onderzoek wat we gedaan hebben over trends die bij opdrachtgevers spelen. Dus heb je nog interesse om een van die webinars te volgen, dan kan je je alsnog inschrijven als je dat nog niet hebt gedaan. Mijn naam is Julian Ruts, ik ben de hoofdredacteur van Zipconomy, platform dat nu zo'n 10 jaar bestaat. En 10 jaar geleden, Joyce, hadden wij het eigenlijk nooit over rechtszaken. En nu wel ineens. En nu wel ineens, ja. Wat heeft er zo allemaal gespeeld? Even voordat je al de inhoud induikt, maar even in hoofdlijnen. In hoofdlijnen. Nou, je ziet natuurlijk de tendens dat flexibele arbeidskrachten toenemen in aantal. We krijgen steeds meer flexibele arbeidskrachten in Nederland. We krijgen steeds meer wetgeving om die arbeidskrachten te beschermen. En als we kijken naar 2020, dan zien we ook steeds meer rechtspraken waarin die flexibele arbeidskrachten hun rechten opeisen. Ze komen echt wel voor hun rechten op. Ja, dat lijkt me op zich ook helemaal niet Daar is niks mis mee, zou ik denken. Ja, wat wil je de mensen meegeven vandaag dan? Hoe moeten ze daarmee omgaan? Wat moeten ze wel weten en wat hoeven ze niet te weten, maar dan moeten ze jou bellen? wat ik de kijker vandaag mee wil geven is, ik heb een overzicht gemaakt van alle rechtszaken die in 2020 zijn geweest en relevant zijn voor de flexbranche. Er zijn er natuurlijk nog veel meer uitspraken. En als je kijkt naar die uitspraken, dan zijn het eigenlijk stuk voor stuk uitspraken om rekening mee te houden als professionele inlener en uitlener. Je moet echt heel goed weten waar je mee bezig bent in deze dagen, omdat er steeds meer wetgeving is, steeds meer wetgeving om een flexibele arbeidskracht ook te beschermen. En heb je dat niet scherp, ja, dan kom je eigenlijk wel van een koude kermis thuis. Want die flexibele arbeidskracht die weet vroeg of laat echt de weg naar de rechter te vinden. En dat zie je in al die uitspraken. En ze hebben natuurlijk ook het politieke klimaat mee. Zeker. Ja. In Den Haag is er ook volop aandacht voor. We hebben vorig jaar natuurlijk de inwerkingtreding van de wet arbeidsmarkt in balans. Die heel veel rechtsbescherming heeft geboden aan de oproepwerknemer. En aan de payrollwerknemer. Payrolling is natuurlijk echt iets wat we sinds 1 januari 2020 kennen. Wet DWA, waar nog steeds geen knopen in zijn doorgehakt. Nou, het nieuwe kabinet moet zeker gaan nadenken over het rapport van de commissie Borslap. En er ligt nog een prachtig rapport driehoeksrelaties. Dus er is zo ontzettend veel gaande. En in dat speelveld moeten we al die rechtszaken plaatsen. Ja, en dat geldt dan zowel voor de opdrachtgeverskant als aan de bureaukant. Aan beide kanten, absoluut, absoluut. En dat zie je eigenlijk in alle uitspraken. Veelal gestart door de flexibele werknemer. Maar soms richting de werkgever, de formele werkgever. Soms op basis van de wet aanpak schijnconstructies naar verdere opdrachtgevers in de keten. Dus het kan eigenlijk alle kanten opgaan. Ja. Ja. Nou, gaan we met die bril naar jouw verhaal luisteren. Heel goed, heel goed. Dat ter introductie. Ik heb me vandaag met een taxi hier naartoe laten rijden op deze prachtige sneeuwdag. Ik heb vanmorgen voor het eerst in weken mijn kinderen naar school gebracht. Ook op de sneeuw, in de sneeuw, op de slee. Een goed begin van deze dag. Ik ben Joyce Snijder, ik ben advocaat. Ik ben eigenlijk dagelijks bezig met flexibele arbeidsrelaties, met alle contracten daaromheen en alle geschillen die daarover ontstaan. Dus payrollen uitzenden, natuurlijk veel over de wet WADI
wet arbeidsmarkt in balans, zelfstandigen. Er is veel te doen op dit gebied en in deze flexbranche. En ja, ik ben daar eigenlijk bijna dagelijks mee bezig. Ja, 2020 was natuurlijk niet alleen maar het jaar van de coronacrisis. Het is ook het jaar dat de wet arbeidsmarkt in balans in werking trad. We hadden het er net al even over. De oproepwerknemer, de payrollwerknemer, heeft zijn intrede gedaan. En we hebben daarnaast ook nog hele mooie uitspraken waar we in de toekomst ja, het mee te doen hebben. Ik heb er een paar uitgepikt. Ik denk de belangrijkste. Ik kan natuurlijk er niet omheen om de uitspraken van de Hoge Raad te bespreken. Dat is het Taxidorenbosarrest. En ook het arrest van X-gemeente Amsterdam van november van vorig jaar. Heel belangrijk. Het belemmeringsverbod-arrest van het gerechtshof Den Bosch. Ook heel belangrijk over de rijkwijde van de wet WADI. Ja, en ik vond het ook nog wel leuk om even vooruit te blikken. Misschien komt er een rechtszaak, misschien niet. We zullen het, ik weet het nog niet. De USG Legal Casus vraagt in ieder geval de aandacht. En wie weet gaan de juristen van USG Legal wel procederen. We gaan het zien. Ik vind het leuk als u vragen heeft. Het mag tussendoor, het mag aan het einde. Ze komen binnen bij Hugo Jan en hij kan ze aan mij stellen. Het eerste arrest. We gaan eerst maar eens terugblikken. Het Taxidorenbosarrest. Dit is eigenlijk een arrest dat voor heel veel werkgevers relevant is. Het gaat om Taxi Dorenbos, een bedrijf in Drenthe. En zij had een taxichauffeur in dienst. Eerst voor 6 maanden, toen een tweede arbeidsovereenkomst voor 12 maanden. Een derde arbeidsovereenkomst voor 18 maanden. En dan ziet de geoefende lezer onder u, hey, 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. En inmiddels is de tijd van 36 maanden ook verstreken. En Taxi Dorenbos die moest heel creatief gaan nadenken, want die wilde gebruik blijven maken van deze taxichauffeur. De aanbesteden opdracht was nog niet afgerond. Ja, en dat is het moment dat ik werkgevers aan de lijn krijg. Joyce, weet jij een oplossing? Kan ik deze werknemer nog als zelfstandige inhuren? Kan ik hem in gaan huren als uitzendwerknemer? Want ik ben super tevreden en ik wil graag dat hij bij mij in dienst blijft. Maar ik wil hem geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Nou, dat gebeurde hier waarschijnlijk ook. En taxibedrijf Dorenbos kwam in contact met T4Two. Ja, T4Two, een uitzendonderneming toen nog. Ik heb hier een payroll overeenkomst geschreven, want zo zouden we er nu naar kijken. En T4Two zei, ik heb de oplossing. Kom maar met deze werknemer, hij mag bij mij op de payroll. Laten we de contracten in orde maken. Het enige wat ik ga doen is deze werknemer betalen. Hij mag bij mij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De taxichauffeur werd uitgenodigd op het kantoor bij Taxi Dorenbos. En Taxi Dorenbos zei, wil je bij me blijven werken? Ik ben heel blij met je. Nou, je raadt het al. Deze taxichauffeur wilde natuurlijk graag in dienst blijven. En het taxibedrijf zei, nou, er gebeurt niks. Je blijft dezelfde functie uitoefenen. Je krijgt hetzelfde betaald. En morgen ben je hier gewoon weer, alleen dan ben je formeel in dienst van het payrollbedrijf. De taxichauffeur die tekende. Er gebeurt hier van alles, ik ben ontzettend afgeleid hierdoor, sorry. De taxichauffeur die tekende, er gebeurde inderdaad niks. Hij ging de volgende dag gewoon aan het werk. En dat deed hij een paar maanden, totdat taxibedrijf Dorenbos zei, ik wil geen gebruik meer maken van jouw diensten. Taxichauffeur, ik kan me zo voorstellen dat de aanbesteden opdracht eindigde en er moest afscheid worden genomen van deze taxichauffeur. Ja, toen was hij niet meer zo blij en toen eiste hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij ging naar de rechter, kantonrechter, hof en uiteindelijk kwam hij bij de Hoge Raad en de Hoge Raad zei, inderdaad, taxichauffeur, ik geef je gelijk. Dit was alleen maar een
constructie om de ketenregeling te ontduiken. Op papier bestond weliswaar een payrollovereenkomst tussen jou en het payrollbedrijf, maar in wezen was het gewoon een vierde arbeidsovereenkomst in de keten met Taxi Doornbos. Dus uiteindelijk kreeg deze taxichauffeur gelijk en had hij inderdaad een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die nog niet geëindigd was. Ja, en dan, ik las wat stukken op het internet over deze uitspraak en ik las ook een advocaat die zei van ja, maar dit moet toch eigenlijk best wel kunnen. Dit kan op basis van de CAO voor uitzendkrachten, de ABU-CAO, maar als ik kijk naar de gezichtspunten die de AG heeft gegeven, dat is de advocaat-generaal die de Hoge Raad adviseert voordat de Hoge Raad uitspraak doet, dan zegt de AG eigenlijk, ja, je moet altijd kijken of er sprake is van een constructie. Nou, een mooi lijstje met gezichtspunten heeft de AG voor ons opgeschreven. En het gaat er dan op, ja, waarom probeer je die werknemer nu via uitzending, payrolling aan je te laten kleven? En waarom bied je die werknemer nu geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan? Heeft hij dezelfde functie behouden? Is hij dezelfde werkzaamheden blijven uitoefenen? Is er sprake van een reële payrollovereenkomst? Welke echte taken die behoren tot het takenpakket van de formele werkgever verricht die werkgever? Wie heeft het initiatief genomen? Deze taxichauffeur die werkte op kantoor uitgenodigd en werd eigenlijk ja, met een voldongen feit geconfronteerd. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien wel een beetje anders is als de taxichauffeur zelf zegt, ja, is er dan geen oplossing? Ik wil zelf heel graag blijven. Wat was nu eigenlijk de reden om de ketenregeling te ontduiken? Dat zie je in dit arrest. Het is heel belangrijk dat je de werknemer de bescherming biedt waarop hij recht heeft. Zou je dat, Joyce, nou ook kunnen vertalen naar de wereld van de zelfstandigen? Want elkaar, nou, wordt in ieder geval wel eens gezegd, er worden bepaalde constructies, hè, mooi woord, constructies ja, opgetuigd om iets te bereiken. Ja. Geldt dit rijtje, verwacht je dat ook wel eens op een ZZP-casus wordt gelegd om eens te kijken van waarom doe je dit nou eigenlijk als opdrachtgever? Ja, bij een ZZP'er gaat het dan denk ik vaak van, nou, is het een echte ZZP'er of is het een schijnzelfstandige? Mm-hmm. Ik denk dat dat meer in die discussie speelt. Ja, en dan heb je vaak te maken met de vraag, was er sprake van toezicht en leiding of niet? Was er sprake van gezag? Dat is toch meestal het punt waar het om draait, wat het verschil maakt tussen een schijnzelfstandige en een echte zelfstandige. En dan ga je ook kijken, van, ja, waarom is dit zo gedaan? We komen daar straks nog even op, partijbedoeling. Ja. Maar je gaat bij een ZZP'er denk ik heel sterk kijken van wat is er nu in de praktijk gebeurd. Dus heel erg op basis van alle feiten en omstandigheden afbellen van was er nou sprake van gezag of niet. Dus het is een beetje een andere discussie. Maar het woord constructie, daar moet je ver van blijven. Want dan heb je problemen. Okay. Ja. 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 Dankjewel. Ja, tot zover dit arrest. Zijn we hier... Zullen we verder gaan? Ja, dit is natuurlijk ook een hele belangrijke uitspraak. Althans, hij heeft veel aandacht getrokken. En de vraag is een beetje of dat nou heel terecht is. Of het de wereld op zijn kop zet, of eigenlijk helemaal niet. We moeten er maar eens naar gaan kijken. Deze uitspraak ging over mevrouw X. Mevrouw X die was al jaren werkloos en zij ging op enig moment meedoen aan een participatietraject. En in het kader van het participatietraject ging ze werken bij de gemeente Amsterdam aan de servicedesk, stadsdeel Centrum, leuke feiten altijd. Je kunt je voorstellen, die mevrouw die gaat daar werken een jaar lang. Die mevrouw naast haar doet precies hetzelfde werk aan de servicedesk. En op enig moment hebben ze het bij een kop koffie, zo stel ik me dat voor, over hun salaris. Nou, die mevrouw X, die zit nog steeds in dat participatietraject. Het is een participatieplaats. En zij doet dit werk een jaar lang met behoud van haar IAOW-uitkering. Nou, ik kan me zo voorstellen dat die een stuk lager is dan het salaris dat deze collega-werknemer aan de servicedesk verdient.
in dienst van de gemeente Amsterdam zelf. En deze mevrouw X die vraagt een paar keer om een arbeidsovereenkomst met de gemeente. Die zegt van ja, ik zit hier op basis van een plaatsingsovereenkomst, maar ik doe eigenlijk niks anders dan mijn buurvrouw, dan mijn collega. Ik wil een arbeidsovereenkomst. Ze vraagt ook een paar keer om salaris en dat wordt allemaal genegeerd. En dan gaat ze toch de kant op van een rechtszaak. Van de kantonrechter krijgt ze ongelijk en van het Hof ook. Want het Hof zegt van ja, de bedoeling achter deze participatieplaatsen is gewoon dat die werknemer met behoud van een uitkering gaat werken bij een gemeente. En als dat anders zou zijn, als de gemeente grote risico's zou lopen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, dan zou er geen enkele gemeente meer meedoen. Eén punt. Tweede punt. U had dat zelf ook niet voorzien. Het was niet de partijbedoeling om een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. We hebben hier een gemeente of een overeenkomst met drie partijen. Mevrouw X, de gemeente en het ingeschakelde detacheringsbureau. En in die overeenkomst staat ook, u bent werkzaam bij de gemeente, maar als u regulier werk vindt, een echte baan, dan stopt deze plaatsingsovereenkomst en dan hoeft u niet meer bij de gemeente te werken. Partijbedoeling werd door het Hof dus heel belangrijk gevonden. Oké. Ze was niet tevreden, ze ging naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad die zei, de Hoge Raad oordeelt alleen maar over de rechtsregel, heeft het Hof nu terecht die partijbedoeling zo belangrijk geacht? En de Hoge Raad zei, die partijbedoeling die doet er eigenlijk helemaal niet toe. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is hij er gewoon. En wanneer is nou sprake van een arbeidsovereenkomst? Dat is wanneer er sprake is van arbeid, tegen loon, onder gezag en gedurende een zekere tijd. Dat zijn de elementen van een arbeidsovereenkomst conform de wet. Dus als die elementen aanwezig zijn, dan kwalificeert een overeenkomst als een arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad. En die partijbedoeling is dus niet belangrijk. Maar is die dan helemaal niet meer belangrijk? Jawel, want voordat je aan die kwalificatievraag toekomt, zegt de Hoge Raad, moeten we eerst aan de hand van de Haveltekstmaatstaf, een heel bekende term in juristenland, gaan beoordelen of al die vier elementen van de arbeidsovereenkomst, arbeid, loon, gezag en gedurende een zekere tijd aanwezig zijn. Wat is nou die Haveltekstmaatstaf? Je gaat kijken wat er op papier staat, welke betekenis partijen aan die tekst hebben toegekend, gelet op alle omstandigheden van het geval en wat mochten partijen nu van elkaar verwachten. Mochten zij van elkaar verwachten dat een arbeidsovereenkomst zou bestaan, dat er een gezagsrelatie zou bestaan, dat er loon zou worden betaald. En in het kader van die Haveltekstmaatstaf is die partijbedoeling dus wel degelijk relevant. Dus twee stappen volgens de Hoge Raad. Eerst welke rechten en verplichtingen zijn overeengekomen. Daarbij is die partijbedoeling relevant. En daarna ga je naar de kwalificatievraag en dan is die partijbedoeling niet meer relevant. Ja, en dan hoor ik u denken, ik zag ook de vraag voorbij komen op Sipconomy, die ik overigens niet heb beantwoord, waarvoor mijn excuus, het antwoord komt hierbij. Is het nou helemaal niet meer relevant om in die overeenkomst van opdracht met een ZZP'er op te nemen dat je als partijen niet de bedoeling hebt om met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan? Want dat is natuurlijk een bepaling die we heel vaak terugzien in die overeenkomst van opdracht. Ik denk ook dat het een geel gearseerde bepaling is in de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. En die partijbedoeling is dus nog wel relevant. We hebben het net gezien, de partijbedoeling blijft relevant bij de beoordeling of er sprake is van gezag. En dan is kennelijk niet meer relevant dat je met elkaar bepaalt, wij hebben niet de bedoeling om met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar het is nog steeds heel belangrijk om op te nemen dat je met elkaar de bedoeling hebt om geen gezagsrelatie te laten ontstaan. Dat is toch één van de elementen die we aan de hand van de Haveltekstmaatstaf gaan beoordelen
En dan is het niet alleen de feitelijke uitvoering van belang, maar toch zeker ook de partijbedoeling. Ja, nou ja, dit roept natuurlijk nog een boel vragen uit. Niet omdat je uitleg niet duidelijk is, maar even hoe dat daar in de praktijk gaat. En inderdaad, ik las ook toen dit uitkwam natuurlijk allerlei commentaren tot en met van dit is het einde van de ZZP'er. Van de ZZP'er, ja. Ik denk dat ook wel een beetje door de war is gehaald van het advies wat de advocaat-generaal heeft geschreven en wat uiteindelijk de uitspraak is, die eigenlijk veel minder ver ging dan dat de advocaat-generaal wil. Als ik het nou goed begrijp, hè, want ik leer hier ook nog wat, absoluut iets van. Die zaak in Amsterdam speelde over iemand, een individu, die niet tevreden was over de situatie. Precies. We zitten natuurlijk in een feitelijke situatie dat het gros van de zelfstandigen die er werken het prima vinden zo. Ja. Hè? Alleen die wel een beetje, en inclusief hun opdrachtgevers, denken van ja, kan dit nou eigenlijk wel? Ja. Opdrachten duren te lang ze zitten een beetje ingebed in de organisatie. Men dacht, als we maar met elkaar afspreken, we willen dit, dan zijn we veilig. Ja. Nou, dat is misschien niet helemaal zo. We willen geen arbeidsovereenkomst, dat staat er letterlijk in. Ja. Dat heeft dus nog steeds een waarde, als ik het zo begrijp. En met name ook omdat je er alle twee dat ook echt wil. Ja, als je echt naar de woorden van de Hoge Raad kijkt, dan heeft het geen waarde meer om op te schrijven. Wij hebben niet de bedoeling om met elkaar geen arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. Want daarvan zegt de Hoge Raad nou juist, daar doet die partijbedoeling gewoon echt niet meer ter zake. Die is niet belangrijk. Maar ik zou ervoor willen pleiten om met elkaar op te schrijven dat je niet de bedoeling hebt om een gezagsrelatie te laten ontstaan. Want we hebben gezien, juist bij die beoordeling of er sprake is van gezag, daar is de partijbedoeling nog wel relevant. Ja. En natuurlijk naast de feitelijke uitvoering. Kijk, we voelen allemaal aan ons water aan op het moment dat je opschrijft dat je geen gezagsrelatie wilt laten ontstaan. Waterkantoor, de dagelijkse klusjes doet. Is dat nou ingebed? Of hoort dat nou niet tot de core business van een advocatenkantoor? Ja. Ook heel ingewikkeld. Ja, en even voor de duidelijkheid voor de kijkers, dat ingebed zijn in de organisatie, dat is dus wat de advocaat-generaal als een soort nieuw criterium zou willen. Dat sluit ook overigens behoorlijk aan in wat de commissie Borslap voorstelt, ook dat inbedden in een organisatie. Ja. Maar jij zegt, als ik je goed luister, dat heeft ook niet, dat gaat ook niet de oplossing bieden. Ik denk dat dat nog steeds net zo grijs is als het gezagscriterium en dat we daar hele moeilijke vragen bij kunnen bedenken. Ja. Die ook niet 1, 2, 3 te beantwoorden zijn. Nee, dus nee. Ik denk eigenlijk dat het ons niet ontzettend veel verder gaat helpen. Dat toch maar de vraag die de politiek heel relevant gaat worden in de formatie. Ja. Hoe komen we hieruit? Blijft het, denk jij, van nou die gezagsrelatie, de huidige criteria, daar moet je een weg in vinden om daar mee om te gaan? Of zie jij een uitweg hier naar iets anders? Nou, als ik de oplossing had, dan zou ik dat heel leuk vinden. Ja. Maar als ik kijk naar wat er nu ligt, naar het rapport ook van de commissie Borslap, ik denk dat het niet aansluit op de huidige tijd, op de huidige markt, op de huidige behoeften. Platforms reizen de pan uit. En dat is niet voor niks. Dat is niet alleen om goedkope arbeid te kunnen bieden. Dat is ook omdat de werknemer van tegenwoordig gewoon behoefte heeft aan flexibiliteit. En die flexibiliteit niet altijd vindt in die klassieke arbeidsovereenkomst. Dus ja, ik hoop dat we na de formatie toch met een iets bredere bril gaan kijken en niet alles gaan terugduwen naar die arbeidsovereenkomst die, ik meen, al een eeuw oud is. Ja, ja. Ja, ja, want die partijbedoeling, ik vertaal hem even als leek, het zal vast niet helemaal kloppen, maar op zijn minst zelf kunnen kiezen in welke contractvorm ik nou precies vind. Dat, je zou zeggen, dat is ook wel een beetje anno 2021, toch? Precies, en daar is denk ik niet zo heel veel mis mee. Nee. Als we maar met z'n allen schijnconstructies en uitbuiting en onderbetaling tegengaan. Ja. Want zolang daar nog sprake van is, ja, dan denk ik dat Politiek Den Haag nog heel druk is om wetgeving te bedenken die dat moet voorkomen. Ja, oké. Okay. Goed. Ja. Dan gaan we door naar de volgende casus, denk ik, over het belemmeringsverbod. Over het belemmeringsverbod? Ja. Deze opdrachtnemer die was werkzaam via de opdrachtgever bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.
ODRA, in de uitspraak ook wel kortweg genoemd. En deze opdrachtnemer die wilde na afloop van de opdracht, via deze opdrachtgever, zijn opdracht afmaken bij ODRA. Nee, zei die opdrachtgever, dat kan niet en dat wil ik ook niet. Ik ben met jou een relatiebeding overeengekomen. Jij mag niet rechtstreeks voor ODRA gaan werken. Nou, dat is natuurlijk iets in de praktijk, nou, wat we heel vaak zien in de praktijk. Die opdrachtgever die hield dat zo'n 5 maanden vol. Die zei 5 maanden, nee, ik wil het niet en het gaat niet gebeuren. Op enig moment zegt de opdrachtgever, nou, ik zal je niet langer houden aan dat relatiebeding. Maar toen was de opdrachtnemer kennelijk al heel erg boos. En hij vond dat hij heel veel geld was misgelopen door dat relatiebeding. Hij startte een procedure waarin hij aan de rechter vroeg te verklaren dat de opdrachtgever hem niet aan dat relatiebeding had mogen houden, omdat dit relatiebeding in strijd is met het belemmeringsverbod. Het is een nietig relatiebeding, zei die opdrachtnemer. Ja, en dan, toen gebeurde er best wel iets interessants. Toen ik deze uitspraak voor het eerst las, dacht ik, hè, maar dat is heel gek, want een opdrachtnemer, die valt toch helemaal niet onder de reikwijdte van de wet WADI. Een opdrachtnemer is toch nooit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of van de derde werkzaam. En als dat zo is, dan hebben we hier geen probleem. Dat zeg ik al op voorhand. Maar wat we zien in deze uitspraak is dat hoe je het ook noemt, of je het nou een arbeidsovereenkomst noemt die je met de ZZP'er hebt, of met een werknemer, of dat je het een overeenkomst van opdracht noemt. Je moet altijd kijken, is er sprake van een arbeidsverhouding? Dat is een ander begrip en afkomstig uit Europese wet en regelgeving. Als een ZZP'er, net als een werknemer, ter beschikking wordt gesteld van een derde om daar onder leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, dan is die wet WADI even goed van toepassing. Nou, en daar moet je natuurlijk wel ontzettend goed over nadenken, want ja, Hugo Jan noemde het net al even. Soms is het nou eenmaal wat grijs. Is het wel een echte zelfstandige of is het feitelijk een schijnzelfstandige waar die gezagsrelatie eigenlijk helemaal niet ontbreekt? En op het moment dat je dat concludeert, ja, dan heb je niet alleen een risico richting de Belastingdienst, waar natuurlijk in het kader van de wet DBA volop aandacht is geweest. Maar je hebt ook een risico, een civiel risico, een werknemer die zich op zijn bescherming op grond van de WADI beroept, of een arbeidsovereenkomst claimt, een pensioenrechten claimt, achterstallig loon claimt, noem maar op. Maar dit is dus ook zeker een uitspraak om rekening mee te houden. Zeker, en nou, een van de vragen die wordt gesteld op de chat is van, je hebt het over opdrachtgever, maar in dit geval is dat het bureau, hè? Ja, is het intermediair. Ja. De intermediair, ja. Die is de juridische opdrachtgever en er is natuurlijk nog wel eens wat spraakverwarring over, want als je het aan die ZZP'er vraagt, ja, die zegt, bedrijf X is mijn opdrachtgever. Maar goed, dit heeft, als je kijkt naar de flexbar, is natuurlijk in die zin ook wel flinke gevolgen, want ja, op zich is het natuurlijk niet zo heel gek dat je zegt, ja, ik heb die relatie voor jou opgebouwd, dus je moet via mij blijven werken als zelfstandige. Absoluut, toch? Absoluut. Ja. Maar dat is natuurlijk ook alles, ja, dat roepen uitzendwerkgevers ook en payrollwerkgevers, misschien in iets mindere mate. Maar ja, dit is natuurlijk best wel een beetje zuur. Ja. Jij regelt een mooie opdracht en vervolgens kan die zonder jouw tussenkomst aan het werk. Ja, 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 ja. Dan is het, denk ik, maar vul me aan, vooral ook een kwestie van elkaars belangen gewoon goed begrijpen en daar een soort van moreel appel op te doen, dat het normaal is dat je als zelfstandige toch wel via een bureau blijft werken, denk ik. Ja, en natuurlijk hebben we in de praktijk daar wel mooie oplossingen, contractuele afspraken, zie ik daar heel mooi voorbij komen. Want wat je wel mag doen op grond van de WADI is bepalen van nou, opdrachtgever of inlener in dit geval, dan bent u een vergoeding aan mij verschuldigd. Ja. Voor al het werk wat ik heb gedaan in het kader van het vinden van deze perfecte kandidaat of zijn opleiding, et cetera. Maar ja, vaak gaat dat om een paar duizend euro, terwijl de fees bij een verlenging van de opdracht veel hoger zijn. Ja. Dus het is altijd een vervelende situatie. Ja, die je wil voorkomen. Precies, ja.
Ja, dus maak het voor de ZZP'er zo interessant mogelijk om via jou te blijven werken. Ja. Maak jezelf belangrijk, zou ik denken. Ja, ja. Oké. Okay. Dan gaan we verder. Ja. Dit waren de uitspraken van 2020 die ik geselecteerd heb. En ik wil dus toch nog even vooruitkijken naar 2021. Ik weet niet of het een rechtszaak gaat worden. Ik kan het me heel goed voorstellen, in alle eerlijkheid. Het gaat om de USG Legal Casus, die al aandacht heeft gekregen in de pers, in de kranten. En er zijn inmiddels ook al kamervragen over gesteld aan minister Koolmees. En waar gaat dit nou over? Dit gaat om werknemers, juristen in dienst van USG Legal, die zijn uitgeleend aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, een overheidsorgaan, om daar juridische diensten te verrichten, juridische werkzaamheden te verrichten. En dat doen zij samen met de werknemers van RVO zelf, met de juristen die bij RVO in dienst zijn. Nou, ook hier, hier is het niet bedacht. En is het geen voorstelling. Ook hier begon het met een gesprek bij de koffiemachine tussen de juristen van USG Legal en de juristen van RVO. Die is met elkaar uitwisselden van, nou, wat verdien jij? En de juristen van USG Legal die kwamen erachter dat ze eigenlijk veel minder verdienden dan de juristen in dienst van de RVO. De juristen van USG Legal hebben een artikel 8 WADI melding gedaan bij de inspectie die toezicht houdt op de naleving van de WADI. En de inspectie is daar eens gaan kijken van, ja, wat is hier nu gaande? Hoe is deze constructie opgebouwd? En de inspectie kwam op basis van het onderzoek tot de conclusie: er is hier sprake van leiding en toezicht aan de zijde van RVO. En hier is eigenlijk niks anders gaande dan het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de zin van de WADI. Nou, u weet inmiddels denk ik allemaal dat die juristen van USG dan recht hebben op de inlenersbeloning en net zo goed betaald moeten krijgen als de juristen in dienst van RVO. Nou, de inspectie heeft dat onderzoek voltooid en hoort ook in het kader van dat onderzoek USG Legal. En USG Legal zegt, nee hoor, er is hier helemaal geen sprake van toezicht en leiding aan de zijde van de RVO. Het RVO heeft onze juristen ingeleend voor de bijzondere expertise. En er is geen sprake van ter beschikkingstelling in de zin van de WADI, maar er is sprake van contracting. Contracting versus ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou, kamervragen volgden. En minister Koolmees die heeft er hard over nagedacht over zijn antwoord. En minister Koolmees die zegt eigenlijk heel eenvoudig: als de juristen van USG Legal menen dat dit niet op een juiste weg is gegaan, dan kunnen ze zich wenden tot de rechter. Dus minister Koolmees doet geen enkele inhoudelijke uitspraak hierover. En wie weet gaat hij dus volgen. Want waar doet deze casus u aan denken? Ongetwijfeld aan de pakketsorteerders die bij PostNL zijn gaan werken. Eind vorig jaar een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. PostNL had ook postsorteerders ingeleend op basis van een contracting constructie. Nou, u hoort al het woord constructie. Door deze constructie prikte de rechter dan ook heen. Wat deed de rechter? Er kwam een heel feitelijk onderzoek. Die postsorteerders, wat deden die nu bij PostNL? Waren ze inderdaad op basis van contracting bezig of zijn zij ter beschikking gesteld onder leiding en toezicht van PostNL? Dus de vraag in die rechtszaak spitst zich helemaal toe op de vraag: wie had het gezag? Wie had er toezicht en leiding? En in deze uitspraak kwam de rechter tot de conclusie dat er sprake was van gezag aan de zijde van PostNL.
En dat PostNL dus de inlenersbeloning met terugwerkende kracht moest betalen aan deze postsorteerders. En wat is dan het verschil? Hè? Dat blijft heel lastig. We hadden het er al over. En zo zie je eigenlijk dat alles in elkaar grijpt. Ook hier, wat is gezag? Wat is toezicht en leiding? En als je kijkt, dan gaat het toch heel vaak van wie is er eindverantwoordelijk voor de opdracht? Wie heeft er bijzondere expertise? Wie is er eindverantwoordelijk bij storingen in deze casus? Wie verzorgt de planning? Moesten die postsorteerders meedraaien in de hele planning van PostNL? Hadden ze werkkleding aan? Dan kom je toch weer op die hele feitelijke beoordeling. En dat maakt het onderscheid ook tussen ter beschikking stellen en contracting. Ja, want ik denk wel dat je, ik zie de voorbeelden wel waar dat contracting toch ook wel weer gaat toenemen. Juist strenger toezicht op zelfstandigen, al dan niet via de wet DBA of mensen die organisaties die op zijn minst compliant willen zijn al aan de wet DBA. En dan meer op overeenkomst van opdracht gaan werken en scheidslijnen wat nou overeenkomst van opdracht, statement of work contracting. Ik denk dat ook nog wel vaag is. Ja. Ik zie wel die beweging En het kan, hè. Als ik aan contracting denk, dan denk ik veel meer aan aanneming van werk. Ja. Ik besteed een bepaalde klus uit voor een bijzondere expertise. Ik wil er verder niks mee te maken hebben totdat het af is. Ja. Dus het kan ook ingebed worden in het wettelijk systeem dat we al hebben. Maar op het moment dat het een constructie is om de rechten en plichten van de werknemers te ontduiken, om deze pakketsorteerders feitelijk onder te betalen, dan is het mis. Ja, dan hebben we weer dat woord constructie. Hè? In hoeverre is die, want dit is een interessante nuance, hè? En een nuance die ik in het politieke debat ook nog wel mis af en toe. Vorige webinar hadden we het ook over misbruik met gelijke betaling en dat niet doen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar dat soort casuïstiek wordt natuurlijk wel te vaak gebruikt om wetgeving te bedenken die dan voor iedereen geldig is. Ja, helaas. Ja, maar hoe ver schiet het daarin door? Of eigenlijk wat de vraag is, van, is er nog flexwerk denkbaar onder het volgende kabinet? Of schets ik dan wel een heel somber beeld? Nou ja, je ziet dat in de hele discussie over de wet DBA. We willen schijnzelfstandigen aan de onderkant van de markt beschermen. Want aan de onderkant, ik noem maar wat, het bedrag van 16 euro is voorbijgekomen. Die mensen wil je beschermen. Je wil niet mensen beschermen die voor tarieven 75 plus 100, 150 of nog meer werken. Die hebben helemaal geen behoefte aan bescherming. En je ziet dus ook dat hele wetgevende proces, wet DBA, dat stagneert. Omdat het niet tegemoet komt aan het daadwerkelijke probleem. Ja. En vragen als, hoeveel schijnzelfstandigen hebben we dan? Feitelijk kunnen we die niet beantwoorden. Nee, nee. En op het moment dat er wetgeving wordt bedacht en iedereen wordt in datzelfde keurslijf gedrukt, dan hebben we een arbeidsmarkt die op slot zit. Dan komen we ook niet verder. Nee. Nou, ik denk dat het een mooi slotpleidooi is en een mooie afronding. In de zin dat aan de ene kant een heel helder verhaal, Joyce, die aangeeft wat speelt er nu. Ik denk dat die constructie zeker is iets wat kijkers mee kunnen nemen. We gaan geen dingen optuigen om onder dingen uit te komen. Maar dat er zeker ook nog wel naar de komende jaren dingen moeten gaan veranderen in het politieke speelveld. Om hier een doorbraak te krijgen dat we die rust en duidelijkheid eindelijk gaan krijgen. Dan heb jij misschien minder werk. Dat zou jammer zijn. Dan weten opdrachtgevers en zelfstandigen en de bureaus misschien wel wat meer waar ze aan toe zijn. Heel veel bedankt. Opnames en slides hiervan die komen nog naar jullie toe. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar we hebben ze wel genoteerd. En we zullen in ieder geval zorgen dat jullie ook het mailadres van George nog even krijgen, waardoor je eventueel vragen kan stellen. En dan komt ze daar ongetwijfeld nog eventjes op terug. Ja, dit was het voor dit webinar. Wij gaan ons klaarmaken voor het volgende webinar. En dank voor jullie aandacht in ieder geval.